Mijn bijsteuners gingen wat beter werken, dus ik heb me aangekleed. Doet hij nou wel? Oh. Dat zou ik hem horen. Nee, dat is mijn telefoon. Echt, ik kan zo niet wachten. Ik heb er zo'n intense behoefte naar. We hebben net gegeten en we gaan nu ezelen met z'n drieën. Ja, maar het is ook wel echt erg. Oké, okay, Kitty zegt dus, dan gaan we weer een patat date doen. Goedemorgen, het is donderdag. En zo lief, Sarah net, die heeft aan Marco gevraagd of hij haar naar school wilde brengen. Want dan kon ik nog even rustig aan doen in de ochtend. Ik heb wel minder last dan gisteren, maar ik voel mijn buik nog wel. Dus ik had me sowieso voorgenomen om gewoon vandaag gewoon echt te kijken hoe ik me voel en aan de hand daarvan kijken wat ik wel en niet doe. Maar het scheelt toch wel even, want ze blijft vandaag ook over. Dus in principe hoef ik dan pas einde van de middag naar school. Of in ieder geval halverwege de middag. En hoef ik verder niet echt heel veel, dus dat is wel heel erg fijn. En nu dus even rustig opstarten. Niet heel onplezierig. Dus veel plezier op school, moppie. Ik ben maar gelijk gaan editen, want ik kon de vlog die ik gisteravond had moeten doen, nog doen. En de vlog die ik eigenlijk vanavond zou moeten doen, die kan ook al. Dus dan heb ik dat in ieder geval toch gedaan. Mijn bijsteuners gingen wat beter werken, dus ik heb me aangekleed en een beetje opgemaakt, maar echt wel heel licht. Dit licht echt werkt zo averechts. Maar goed, ik heb deze blouse aan van Mint & Berry. Die kan er iets mooier uit nog. En broek Friends Connection. Dit was ook een van de weinige broeken die ik aankon. Want ik heb geloof ik denk 12 broeken geprobeerd. Voordat ik een broek had waarvan ik dacht deze ga ik wel aanhouden. Oh, hij wil niet blijven staan. En nu zit ik even te twijfelen over welke schoen ik aan ga doen. En dat is vooral ook om het weer. Ik denk dat ik gewoon sneakers even aandoe. Dat is gewoon makkelijk aan en uit. Want ik merk wel echt dat als ik nog te veel beweeg, dan krijg ik weer steken. Terwijl als ik rustig aandoe, heb ik er eigenlijk bijna geen last meer van. Alleen ja, je wil wat doen. En dat doet dus nog steeds wel pijn. Dus dat is echt een beetje balen. Maar goed, dat overleven dan ook wel weer. Maar toch, ik had wel graag gewild dat het gewoon over zou zijn. Sorry, niet de ideale plek voor de camera, maar ik heb hier niet heel veel plek om hem neer te zetten. Ik wil even sokken aan, want anders heb ik koude voeten. Ik hoef voorlopig ook nog niet de deur uit, maar ik wilde me gewoon even weer heel graag aankleden en weer gewoon mens voelen. Oh ja, ik heb trouwens die mascara op. Ik heb hier de verpakking nog. Legendary Lashes Volume 2 van Charlotte Tilbury. Dus de verpakking nog. En ik weet nog niet helemaal wat ik hem vind. Sowieso, toen ik één laag deed, dacht ik echt, nou wat is dit? Met een tweede laag erover werd het wel beter. Dus het is even wennen. Nou weet ik sowieso dat ik bijna alle mascara's in het begin minder goed vind. Als je ze een paar keer gebruikt hebt, op de een of andere manier wordt die dan wat dikker of zo. Vind ik mascara's zelf altijd fijner. Dus dan pas kan ik echt oordelen. Maar ik blijf natuurlijk een favoriet hebben. En dat is Hypnose van Lancôme. Dat blijft echt mijn nummer 1. Zo grappig. Denise zei vorige keer ook, oh ik heb een lievelingsmascara besteld. Was dus dezelfde. Dus die is echt perfect. Maar er zijn meer wel hele fijne mascara's. Dus ik ga erop moeten terugkomen als ik dat niet vergeet. Kitty is er ondertussen. En die gaat hier een cursus doen. Maar die is nu gekomen om de cursus hier te doen. Want anders moest ze na de cursus hierin komen. En dan werd het een beetje laat. En ik ga zo toch Sarah uit school ophalen. En ik moet gelijk heel even snel ergens iets langsbrengen. Dus dan storen we elkaar toch niet. Dus dat scheelt. Ik ga echt mijn best doen trouwens hoor, dat het zo stil is. Maar ja, dan ben je er opeens en dat is helemaal... Oh. Dus alleen we zijn natuurlijk pas overgestapt van het netwerk. En het werkt allemaal nog niet zo. Doet hij nou wel? Oh. Dat zou ik hem horen. Nee, dat is mijn telefoon.
dus mijn telefoon. Ja. Wauw, echt. Het is helemaal niet zo lekker buiten. Mie zit heel zachtjes. Ik heb al voor de zekerheid 2 paraplu's meegenomen. Als het harder gaat regenen zo. En je ziet wel de herfstbloem of de voorjaarsbloemetjes allemaal staan en alles. Maar het is niet heel lekker. Af van het weekend wel echt. Ik kan zo niet wachten. Ik heb er zo'n intense behoefte naar. Sarah uit school opgehaald. Alleen die trok de paraplu net half kapot. Dus we hebben een heel gedoe gehad. Ben je aan het stoppen achter me? Je ziet het ook. Hij is ingedeukt helemaal aan de ene kant. Want er bleef een draadje achter een ijzertje hangen. En toen probeerden ze hem toch open te duwen. En toen... Nou zijn er allemaal ijzertjes los. Ja, maar ik heb geen andere paraplu nu op dit moment. Thuis heb je nog wel 2 paraplu's. Ja, ik was nog thuis één. Ik was nog even op school aan het hangen met een moeder van Jaden. Nou, dat was echt 2 zinnen hoor. Mop, dus nee, mama. Hangen, dat... We hebben net gegeten en we gaan nu ezelen met z'n drieën. Ik denk dat papa aan het doen is. Ezelen. Dus die heb ik een tijdje geleden ook gekocht. Deze. Je kan het ook met speelkaart, maar deze is leuk. Het is wel echt erg. Oké, okay, Kitty zegt dus, dan gaan we weer een patatdate doen. Maar ik keek verder naar de box en denk, nou, dat zal vast wel meevallen. Nou ja, ik wist het. Maar die dacht, ik hou geen 2 patatjes, zal ik dan een gezinsbox doen? Toen dacht ze, nee, familiebox is niet heel veel duurder. Dus kijk onze bak patat met z'n tweeën. Ik denk dat het echt 2 kilo patat is of zo. En we hebben ook nog snacks. En we gaan film kijken. En die film heet... Wacht. Nou, Secret Obsession gaan we kijken op Netflix. Oh, maar dit gaan we nooit opkrijgen. Jawel, ik ga mijn best doen. Ja, ik ook, maar hoe dan? We zijn allebei gewoon morgen echt 2 kilo zwaarder gewoon. Sorry, Natasha. En ik paste al zo goed in mijn broeken momenteel. Maar het voordeel is wel, ik kom pas over 2 weken pas weer. Ja, 2 weken om af te vallen om het daarna weer aan te eten. Ja, dit is toch leuk dit? Is toch leuk, jongens? Ik vind het heerlijk. Oh, ik hou het heel van patat. Wij hebben de film gekeken. En het is ondertussen best wel laat, want in de eerste 5 kwartier hebben we een kwartier van de film gekeken en alleen maar zitten kletsen. Ja. Ja, echt erg waren we. Maar het was wel heel gezellig. Kitty blijft overigens trouwens slapen, dat heb ik niet verteld. Ja, ga ik doen. En nu gaan we slapen. Kitty blijft ook slapen, want hè, ze mag niet terug. Dus onder het mom van, hè, zo min mogelijk visite in je huis, hou je gewoon je visite zo lang mogelijk in huis. Maar goed, ik ga naar bed. Ik wil je bedanken voor het kijken. Vergeet niet een duimpje en een leuke reactie achter te laten. En ben je niet geabonneerd, klik even op abonneren hieronder. Dan zie ik je morgen weer. Doei doei.